Ja, vrienden, als ik nou vroeger ruzie had, hè, thuis met mijn broer, mijn zus of zo, en dan kwam mijn moeder naar me toe en dan zei ze tegen mij bijvoorbeeld, wees jij nou eens even de verstandigste in dit hele gebeuren. En dat was het dan. Ja, en dan deed jij iets verstandigs en dan was het over. En die wet van toen, wees jij nou even de verstandigste, die geldt nog steeds voor die ruzie tussen, zou ik maar zeggen, Den Haag, kabinet en de boeren. Want daar heb ik het natuurlijk over, die boeren, ja, die zetten heel Nederland op zijn kop. Ja, maar dat is natuurlijk geen nieuws. Nee, natuurlijk is dat geen nieuws. Want de voorspelbaarheid is 1000%. Het is nu al maanden, weet ik veel hoe lang, aan de gang. En we weten precies wat die boeren gaan doen. Ja, alleen Den Haag, die weigert er gewoon iets aan te doen. Zo zit het. Natuurlijk. Natuurlijk gaan de boeren hier en daar wat te ver. Ja, dat snap ik ook wel. Maar ja, als je echt de aandacht wil, dan moet je soms een beetje extreem zijn. Dat begrijp ik ook wel. En dat het soms niet door de beugel kan, dat snap ik ook allemaal wel. Maar dat neemt niet weg dat eigenlijk ik vind dat het kabinet dit allemaal laat gebeuren. Want zij weten gewoon dat dit eraan zat te komen. Dat wisten ze. Ja. En al die tijd hebben ze er gewoon te weinig of niks aan gedaan. En zij moeten de partij zijn die gewoon voor die oude wet de verstandigste moeten zijn. Zij moeten gewoon als die boeren zeggen, wij willen Remkes niet. Daar hebben we geen zin in. Die man heeft dat ooit zelf bedacht. Dat hele stikstofbeleid. Daar hebben we geen vertrouwen in. Wijs dan iemand anders aan. En duw dat dan niet door. Want ze gaan niet komen voor dat gesprek nu. En ga ook niet, wat je nu hebt gedaan, kabinet, ga ook niet op vakantie. Ga niet op vakantie. Die boeren waren al boos. Die waren woedend. Toen je met Remkes kwam en je zei van, en we duwen gewoon door wat we bedacht hebben. Woedende boeren. En dan ga je op vakantie. En dan denk je dat die boeren niet meer woedend zijn. Die zijn nog steeds boos. Dus die komen met acties en die heb je dan nu. En dan staat, heel Nederland heeft daar dan weer last van. Ja, en dat komt gewoon door het kabinet. Omdat ze gewoon te besonemieterd zijn. Dat is het gewoon. Of niet competent genoeg om gewoon naar die boeren te gaan luisteren. Luister nou naar die boeren. En ga met ze in gesprek. Zorg voor goede bemiddelaars. Als zij er eentje aan hun kant, één van jullie kant of twee. Of twee aan iedere kant, weet ik veel. Ga naar ze luisteren en probeer oplossingen te zoeken voor de problemen voor de toekomst. Maar en haal die enorme druk van die ketel af. Ja, oh god. Dat is het gewoon. Want dat weet ik zeker. Als je hun de hand toereikt zo en je zegt van jongens, kom maar, we gaan praten, we gaan het erover hebben. En dan weet ik zeker dat het ophoudt, dat protest. En dat ze niet, dan kun je gewoon weer op de snelweg rijden. Kabinet, doe dat nou gewoon. Doe dat nou gewoon. Want dan kan Nederland weer eens een keertje normaal ademhalen.